Welkom. In deze video leggen we de verschillen uit tussen de vijf belangrijkste schrijfsystemen in de wereld. Maar eerst, wat is een schrijfsysteem? Een schrijfsysteem is de visuele weergave of symbolen van een taal. Het zijn de regels voor schrijven van een taal. Bijvoorbeeld regels voor spelling, interpunctie, woordgrenzen of de klemtoon. Er zijn verschillende soorten schrijfsystemen. In deze video leggen we er vijf uit: het logografische, syllabische, abugida, alfabetische en abjadschrift. Laten we beginnen met het logografische schrift. Het logografische schrijfsysteem bestaat uit symbolen die hele woorden, morfemen, dat zijn onderdelen van woorden, of zelfs hele concepten of ideeën weergeven. Voorbeelden van talen met een logografisch schrift zijn het Egyptische hiërogliefenschrift en de Chinese karakters, die bijvoorbeeld voorkomen in het Chinees, in het Japans, in het Koreaans en in het Vietnamees. Dan hebben we het syllabische schrift, waarin elk symbool een lettergreep weergeeft. Een voorbeeld is kana, het Japanse schrijfsysteem, dat bestaat uit hiragana en katakana. Het abugida-schrijfsysteem bestaat uit symbolen of grafemen die eenheden van klinkers en medeklinkers weergeven. Het abugida-schrift komt veel voor in India en Zuidoost-Azië. Voorbeelden zijn Hindi en Bengali, beide Indiaanse talen, en Thai uit Thailand en Tana uit de Malediven. Het meest voorkomende schrift in Europa is het alfabetische schrijfsysteem. De symbolen of grafemen geven fonemen weer. Dit zijn de kleinste klankeenheden. In tegenstelling tot het abugida-schrift zijn er in het alfabetische schrift aparte letters voor medeklinkers en klinkers. Bekende voorbeelden van het alfabetische schrift zijn het Latijnse alfabet, het Griekse alfabet of het Cyrillische alfabet, dat veel wordt gebruikt in Slavische talen, zoals Russisch en Oekraïens. Tot slot hebben we het abjadschrift, waarin symbolen of grafemen alleen medeklinkers weergeven en geen klinkers. Twee talen met een abjad-systeem zijn het Arabisch en het Hebreeuws. De besproken schrijfsystemen zijn de vijf meest gebruikelijke en deze kaart laat zien waar ter wereld ze het meest voorkomen. Als u de basiskenmerken van het schrijfsysteem van uw leerlingen kent, is het gemakkelijker om uw leerlingen het schrijven en lezen in de schooltaal te onderwijzen. Voor meer informatie zie de sectie over geletterdheid op de Edina website. Bedankt voor het luisteren.